Verschillende actoren binnen de houtsector zijn teleurgesteld in de nieuwe kostprijzen. Die zijn vastgesteld door de overheid. Minister Dinota Forswijk van Grondbeleid en Bosbeheer, ROGB, zegt dat er vervolggesprekken komen met de organisaties. Ze sprak journalisten gisteren voor aanvang van de vergadering van de ministerraad, kort nadat zij uit de vergadering kwam met de actoren. Eigenlijk hadden ze mij samen verwacht met de minister van Financiën, maar hij is verhinderd, dus waardoor ze een beetje teleurgesteld zijn. Ik heb met ze gesproken. Ze hebben hun presentatie gedaan van eigenlijk de kosten die ze maken en dat de beschikkingen, dus de verhogingen die de regering heeft doorgevoerd, eigenlijk voor hun niet haalbaar is. Dus ze hebben hun kant van het verhaal verteld aan mij. Ik heb het dan natuurlijk meegenomen omdat ik daar alleen zat als iemand van de regering. We hebben straks RVM en de regeringsraadvergadering. Dan zal ik het dan presenteren aan de regering. Verder wensen ze ook heel gauw een afspraak of een meeting te hebben met de president en de vicepresident om ook hun beklacht te doen aan hun. Dus ze zijn verhit, maar door praten kunnen we dan tot oplossing komen. Ik heb ze gevraagd om ook terug te gaan om te berekenen welke prijzen ze wel zouden kunnen betalen. Forswijk geeft aan dat de verschillende organisaties geen voorstander zijn van een verhoging, maar uitkijken naar een moment van koersstabilisatie. Ook de prijzen voor benzine baart de organisaties zorgen. Dat alles doorberekend wordt vanuit de prijzen bij de pompstation, want alles wat zij gebruiken, al hun machines gebruiken, brandstof. Dus daarom stellen ze voor dat ze helemaal geen enkele verhoging willen. Maar we moeten praten. De houtsector had een brief gestuurd naar de president, ROGB en het departement van Financiën. Wat gisteren dan ook geresulteerd heeft in een ontmoeting tussen minister Forswijk en verschillende actoren uit de sector.